En Sportcentrum Emsland volgen wij een heel groot sponsorevenement. En we zitten hier heerlijk op een bankje samen met Dennis en met Mike Joop. Mike, we hebben jou net gezien. Een derde prijs. Fantastisch gedaan, of niet? Ja. En hoe heb je dat bereikt? Train je daar veel voor? Ja. Wat, hoe vaak? Eén keer in de week. Zeg, en nou weet je ook wel waarom je vanmorgen hier dus bezig bent en straks met je papa aan de gang gaat, hè? Wat ga je straks doen? Voor een sponsoring tegen kanker. En waarom is dat voor jou heel belangrijk? Nou, omdat een opa van mij die is gestorven aan kanker en mijn moeder had is kanker gehad. Dat vond ik ook niet echt leuk toen ze kanker hadden. Want ik kon zien dat ze het niet fijn vonden. Ja. En wat hoop je nou te bereiken? Hoeveel geld hoop je nou op te halen voor het kankerfonds? Nou, ik hoop genoeg. Ja? Ja. En wie sponsoren je allemaal? Mijn opa, mijn oma en nog heel veel anderen. Je vader, Dennis. Dennis, wat zijn jouw verwachtingen op dit sponsorevenement? Dat hij mij zoveel mogelijk op de grond gooit en daarmee zoveel mogelijk geld binnenhaalt. Want ik sponsor hem per worp. Joop, voor jou is dit evenement ook heel belangrijk? Ja, ik heb van dichtbij meegemaakt met mijn vriendin. Dus het gaat gelukkig allemaal goed. Maar dat zijn wel even heftige tijden. Ja. Nou, wij wensen jullie allebei heel veel succes en veel plezier straks op de mat. Bedankt, hè? Ja. Het team Vechdal bestaat uit een loopgroep en uit een wielrennersgroep. En een van de deelnemers van de loopgroep, dat is Wilma Smilde. Wilma, jij loopt mee en jij bestrijdt de Mont Ventoux. Wanneer gaat dat gebeuren? Dat gebeurt eind augustus. En dan ga ik samen met mijn schoonzus de berg op wandelen. Ja. En ik neem aan dat je daar ook wel speciaal voor getraind hebt, hè? Ja, wat heb je ervoor gedaan? Ja, we zijn druk in training. We lopen nu geregeld de Holteberg zo heen en terug, al 21 kilometer. Ja. Ja, kilometers in de benen, een beetje hoog te pakken. Ik vind het prachtig om dat voor een goed doel te doen. Ja. Ja. Op en top gemotiveerd. Ja, zeker. Ja, ik vond het echt superleuk om bij deze groep te horen. Van het team Vechdal spreken we nu met de fietsgroep. En we spreken hier met Kees Hofstee en met Roel Veldhuizen. Kees en Roel, wat is jullie motivatie om mee te doen aan deze, zeg maar, gewoon dit wielerevenement? Nou, mijn motivatie is, ik ben in 2 jaar tijd, zeg maar, ben ik mijn schoonvader en vader verloren aan een verschrikkelijke ziekte, kanker. En ik wil graag wat terug doen, zeg maar. Ik ben gezond van lijf en leden en dat is mijn grootste motivatie. Ja. Kees? Ja, voor mij is het gelijk. Ik heb ook een kankergeval in mijn familie. Mijn moeder heeft het nu en die is heel hard aan het knokken en doet haar stinkende best. En zo'n berg beklimmen is een beetje vergelijkbaar met een tocht die de kankerpatiënt meemaakt. Dus dat wil ik ook een keer meemaken en daar een positieve bijdrage aan geven. Kees, kun je iets vertellen over de samenstelling van de groep? Ja, het is een groep mensen die allemaal eigenlijk wel iets meegemaakt heeft in de familie en allemaal ook iets wil doen. Het is een groep mensen die graag in beweging wil komen en het gevecht met elkaar aan wil gaan. Dus er zitten allerlei mensen bij, mensen vanuit bedrijven, vanuit politiek, met allerlei verschillende achtergronden. En we hebben ontzettend veel zin in, we zijn druk bezig om ons voor te bereiden. We zijn bezig met acties voor het goede doel. We proberen hamburgers te bakken en geld in te zamelen, zodat we straks ook een mooi bedrag op kunnen halen voor het kankerfonds en voor het plaatselijke doel, het vechtgenotenhuis, dat we met elkaar in de benen willen houden. Roel, wat zijn volgens jou dan, of jouw verwachtingen, de moeilijkste momenten? Nou, de moeilijkste momenten zijn denk ik als je uit het bos komt. Daar heb ik een beeld van dat, je ziet de top wel, maar je bent er nog lang niet. Ja, dat is denk ik ongeveer vergelijkbaar met een kankerpatiënt die dezelfde weg gaat. Ja. Alleen in het medische traject natuurlijk. En weet je nu al wanneer jullie vertrekken? Ja, ik heb begrepen 28 augustus op mijn verjaardag. Dan gaan we rijden richting Frankrijk. Ja. Ja. En eind augustus dan ook de fietstocht? 1 september heb ik begrepen. 1 september. Ja. Nou, ja. We wensen jullie als groep daar heel veel succes mee. Ja. En bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. Een tweede loopgroep die de Mont Ventoux gaat bestrijden
die wordt gevormd door leerlingen van het Vechdal College. En een van die leerlingen, dat is Noelle Zandman en een docente Sandra Weller. En ik heb begrepen dat de groep bestaat uit 32 personen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En Noelle, jij bent één van die 32. Ja, klopt. Hoe heb jij je erop voorbereid? Nou, gewoon veel trainen en ja, het komt wel goed. Ik vertrouw op ons team. Dus. Ja. Sandra, hoe is het team samengesteld? Nou, we zijn met 22 leerlingen en 10 man begeleiding. De leerlingen hebben allemaal een brief moeten schrijven met de motivatie waarom ze heel graag mee zouden willen lopen, fietsen of hardlopen. En daaruit is geselecteerd. Ja, dus het waren echt hele emotionele brieven die ze geschreven hadden. Ja. En dat was wel heel heftig. Ja. 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 Goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik vind dat jullie allemaal super goed gewisseld hebben. Ja, dit is het bedrag wat ik nu op papier heb staan. En dat is 846,05 euro. Ik wil als sportcentrum instand wil ik hem aanvullen tot 1000 euro. Wow. Bedanken voor het bedrag dat jullie dan elkaar hebben gespaard.